De Dag der Marons is vandaag groots gevierd in stad en district. Vanmorgen begon de viering met Towe Wata, oftewel plengoffer de Yunkombe. Kapiteins en bashas van de Afro-Surinamers uit het binnenland brachten eer aan de voorvaderen die de vrijheid hebben bevochten. De activiteiten begonnen afgelopen weekend in de Palmentuin. Na de bloemlegging op het plein van 10 oktober werden de festiviteiten in de Palmentuin voortgezet met veel zang en dans van diverse culturele groepen. Vanavond zal er ook een Maron Matonetti of vertelavond gehouden worden. De viering staat dit jaar onder leiding van de Nationale Commissie Viering Dag der Marons. Het is ook de eerste keer dat de inheemsen zijn betrokken bij de viering van Marondag in Paramaribo. Trio Gramang Songo Alalaparu was vanmorgen ook aanwezig bij de plechtigheden. Volgens commissievoorzitter Wilco Finisi demonstreert dat de eenheid die nagestreefd moet worden. Wel, dat is eigenlijk een boodschap naar de Surinaamse samenleving toe. Waarbij wij als Marons en de inheemse broeders eigenlijk demonstreren, de samenleving, de wereld laat zien dat wij een één eenheid vormen. En dat wij ook het liefst willen worden behandeld en niet meer willen worden gezien als in die inheemsen of Indianen en daarnaast dus de Marons. De Gramang in Hoes eigen persoon aanwezig hier heeft echt heel veel waarde toegevoegd aan de viering, herdenking van deze dag. Omdat zij ook in het verleden Marons hebben ondersteund eigenlijk bij de strijd. Zij hebben ons opgevangen en ons wat survivor of overlevingstechnieken ook aangeleerd. En we zijn hun natuurlijk zeer, zeer dankbaar daarvoor. Het thema van Marondag dit jaar is Ifuya Kibi, you know Abi. Oftewel, we moeten conserveren om te behouden. Commissievoorzitter Finisi legt uit. Als je niet bewaart, als je niet spaart, heb je eigenlijk geen toekomst. En het hoeft alleen niet te maken met geld, financiële middelen bewaren of sparen. Maar ook je cultuur moet je conserveren. Ook je bossen, je natuur, je milieu moet je conserveren. Dus het is tijd dat wij ons bewust worden van conserveren, van sparen, van bewaren, zodat wij ook iets kunnen achterlaten voor onze nageslacht. Miwantaki Abigi, president Fusana Masa Papa Disi Delano Bautese Fadeja Gioia Abigi Gio Mkati Denade Nkwe Alawen Kitapu Ma Samadi Mopo Mopo Ma Den Gioade Den Taki Meke Ushidwanga Bushkonde Samana Wande Funya Deya Makandi Bushkonde Wini Awini Fode Ya ofene wanton kasama ipi ma wini de mkati dena de nko ya msitu tu minister ya sono ujaini de minister de aso ma we pola ngawete una furufuta ki te do den organisasi de sama di se kasani ya ustaki ukwafi sinkade ya di meko ya na ube edu ntafasi ma pola ngawutu sause kato aini giwenke bushkonde sama to we leri fuwete ujaini wini wafene kefawani matoko ujaini wini meke olibanga pasensi anga abushkonde da ofene winya ini kabushkonde lai gudu. De vertegenwoordiger van het traditioneel gezag Thomas Yuku is kapitein van het Marondar op Manyabong. Daarvoor Wilco Finisi, voorzitter van de Nationale Commissie Viering Dag der Marons. We spraken vanmorgen bij de kranslegging bij het monument op het plein van 10 oktober 1760 op de hoek van de J.A. Pengelstraat en de Henk Aronstraat.